Hallo allemaal. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je het sooltje maakt van het slofje van Sjaun het schaap. We beginnen met de lus en 12 lossen. Ik gebruik pen 3,5 en garen voor haaknaald 4,5. We starten met 12 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan doen we 2 halve stokjes in de tweede lus vanaf de naald. Dat is 1, dat is 2. Daar doe je 2 halve stokjes in. Vervolgens doe je 9 halve stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. In de laatste lus doe je 6 halve stokjes. 4, 5. 6. En de laatste is nummer 6. Ga ik het staartje even wat aantrekken. En die haak ik vervolgens mee tussen de steken. Hoef je hem straks niet af te hechten. Dan gaan we verder. En dan noemen we 9 halve stokjes. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nummer 9. En dan doe je in de laatste steek hier 2 halve stokjes. 1. En dat is nummer 2. Vervolgens doe je een halve vaste in de eerste steek vanaf de naald. En vervolgens een losse. Dit is ronde nummer 1. Kom zo bij jullie terug met nog ronde nummer 2. We gaan verder met ronde nummer 2. In de eerste steek waar je ook de vaste in hebt, doe je 2 vasten. 1, dat is 2. Dan doe je 9 vasten. 1. Even kijken hoor, ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 was ik. 8. En de laatste, nummer 9. Vervolgens doe je een half stokje. Dan doe je in de volgende 5 steken
Even kijken, 2 halve stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Je hebt 2 halve stokjes gehaakt in 5 steken. Dus 5 steken met 2 halve stokjes. Dan gaan we verder met 1 half stokje. En weer 9 vasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En de volgende 2 steken, dat is niet deze, want dat is de halve vaste. De volgende 2 steken doe je 2 vasten. 1, 2. En dan doe je weer 1. En nummer 2. En je doet weer een halve vaste. Dat is een halve vaste. Maar je doet nou weer in de eerste steek. Een halve vaste. En weer een lus. Of een losse. Dit is ronde nummer 2. Ik ben zo bij jullie terug met ronde nummer 3. Daar ben ik weer met ronde nummer 3. We beginnen met een half stokje in dezelfde steek waar je ook je losse in hebt. Dat is 1. In de volgende steek doen we 2 halve stokjes. 1. Dat is 2. Volgende steek doen we 1 half stokje. En in de volgende steek weer 2 halve stokjes. Ja. Dan gaan we verder met 9 halve stokjes. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, dat is nummer 9. Dan gaan we het volgende doen. Hier in de volgende steek doen we 2 halve stokjes en in die steek 1 half stokje. En dat herhalen we 5 keer. Dus we beginnen met 2 halve stokjes. 2 halve stokjes. 1 half stokje. 2 halve stokjes. 1 half stokje. Heb je 2 keer gedaan. We moeten dat 5 keer doen. 2 halve stokjes. 1 half stokje. Dat is nummer 3. 2 halve stokjes. Oh, dat komt even niet goed. 2 halve stokjes. 1 half stokje. Dat is nummer 4. 2 halve stokjes. En 1 half stokje. Oh, zit niet goed. Dat is nummer 5.
Dan doen we in het volgende nog één keer. Even kijken wat ik heb gedaan. Nee, nu doen we 9 halve stokjes. Als het goed is. Hoe komen we precies uit? Moet even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ja. Doe nu 9 halve stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan halen we nog 4 steken over als het goed is. Oh, ik zit even verkeerd. 9. Dan hebben we nog 4 steken over. Dan doen we in de volgende steek 2 halve stokjes. 1. 2. 1 half stokje. In de volgende steek weer 2 halve stokjes. 1. En daarna weer 1 half stokje. Vervolgens doe je weer een halve vaste. In de eerste steek. En je doet weer een losse. Dit is ronde nummer 3. We gaan zo door naar ronde nummer 4. Dat is tevens de laatste ronde. Hier ben ik weer met ronde nummer 4. Wat we gaan doen? We gaan 17 vasten haken. De eerste weer in de steek waar je de lus hebt. Dat is 1. Vervolgens ga je 17, dat is nummer 1. Dit is nummer 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, en dit is nummer 7. Dan ga je in de volgende steek 2 vasten haken. 1. 2. En daarna weer 2 vasten. Dan weer 2 vasten. En dan weer in dezelfde steek, sorry. En dan weer 2 vasten. Dat ga je 4 keer doen. Dus dit is de tweede keer. 2 vasten in dezelfde steek. En 2 vasten. Dit is nummer 3. Ga je weer 2 vasten in dezelfde steek. 1. 2. En dan ga je weer 2 vasten haken. En tot slot nog 2 vasten in de laatste steek. Vervolgens, als het goed is, ga je nu 15 steken haken. 15 vasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Ja, klopt precies. Dertien, veertien en vijftien. Dan pak je weer de eerste lus, haal door. En nu ga je hem afknippen. En doorhalen. Deze soltje maak je vier keer. En dan gaan we ze aan elkaar vastnaaien. Dat laat ik jullie zien in de volgende video hoe we dat gaan doen. En vanaf dat soltje gaan we omhoog werken. Ik zie jullie straks in de video waar ik de soltjes aan elkaar ga naaien. Veel succes!